Have you been doing this a long time? Yes, for eight years now. I dance a lot in Belgium and in Holland, Netherlands, and in Germany, of course. Yeah, I did Gangbang, I did Salvation, I did White Party. That's awesome. And many stuff. It was my wife also. Oh, your wife is here. Okay. Hi. So what does your wife think about you being a go-go dancer? Is she okay with that? Yeah, on gay parties there's no problem, but on mixed parties she's a little bit careful, I can say. Yeah. She's okay. Okay. Well, that's good. It's nice that you're coming along. Yeah. So. She's always with me. She's my bodyguard, you can say. That's great. Thank you for taking the time, you know, to interview with us. Thank you. So we're going to have a good time tonight, huh? We hoorden dat je nu op Man bij het Hond bent. Geweest. En hoe beviel dat nou om op televisie te zijn? En... Nou, als jongen mezelf te zien was wel heel vreemd. Ja. En zowel ook als in drag is ook heel vreemd. Ik kijk niet graag naar mezelf. Ja. Vooral, het irriteert mij, die stem. Oh, die stem irriteert. Ja, ja. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... Je eigen stem bijvoorbeeld op televisie. Aan te horen of op de radio hoort. Nee, daar hou ik niet van. Ik kijk wel eventjes en dan ga ik het weer omslaan. De Freemasons, nou ja, daar neem ik aan zelf ook een fan van. Of... Ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens wie Freemason is. Nee? Je kan je even, liet je even zingen voor mij? Ik weet echt niet, ze zijn gewoon van... Ja, ja, nou, momenteel wordt het gespeeld. Met Gay TV en wij hebben hier een fantastische vrouw. Die is hier vanavond. Hoe heet jij? Destiny. Okay. Well, Destiny, you're not from here, are you? No, I'm from London, but I live in Amsterdam. So, Destiny, what is your destiny? You are my destiny. Oh, I'm your destiny. Isn't he cute? What the hell brings you to Nijmegen? What are you doing here? Well, you know, a girl has to go where a girl has to go. And I hear the party tonight, the local party, is a really good party. Yeah. So I came with some of my friends just to see what the happening is about. Well, it's fun. It's a huge club. It's good atmosphere, good music, yeah. Good energy. I mean, are you a big fan of the Freemasons tonight or what? Yeah, I have some. I listen to a lot of some of their remixes. Yeah. And some of their songs I've also done in my shows. I won't say which ones, but I like their music. I like their remixes. Am I what? Are you going to party a little bit longer tonight, or what are you going to be doing? Well, I'm just going to be partying here until my heels come off, and then it's back to Amsterdam. Hello, hey, welcome. Hi. You're a big fan of the Freemasons, neem ik aan. Zeker. En waar kom jij vandaan? Nijmegen. Oh, je komt uit Nijmegen. Oké. Okay. Is dit je vriend die naast je staat? Of, Nee. Hoi, hoe heet jij? Nick. Weet je? Nick. Nick, oké. Okay. En waar kom jij vandaan? Amsterdam. Oh, ik kom uit Amsterdam. Overgevlogen. En wat brengt jou hier vanavond? Ik ben hier vanavond samen met wat vrienden om de Roze Zaterdag in de afterparty te promoten. Kom jij uit Nijmegen? Nee, ik kom uit Berg op Zoom, uit Brabant. Oké, ik hoor nu. Wat leuk, je ziet er fantastisch uit. Je ziet er fantastisch uit. Oh, dankjewel, dat hoor ik graag. Hartstikke mooi. Wie ben jij? Ik ben John. John, ja. Oké, okay, en jij? Dom. Rob, oké, dus jullie zijn lokaal. Jullie komen dus uit regio Nijmegen. Ja, in de buurt. Ja, sorry. Hoe heet dat dorp dan? Ochten. Ochten. Arnhem. Het is een fantastisch feest natuurlijk. Lekker Freemasons. Neem aan dat jullie grote fans zijn. Absoluut. Ik heb echt alle platen. Serieus. Ja. Echt alles. Ik lig hier al weken wakker van. En waar gaan jullie normaal uit? Normaal, waar in Arnhem? Of Stylo's.
Maar valt er ook wat in Nijmegen te beleven qua uitgaan, homo uitgaan? Niet veel. Maar... Wel, soms is in de mythe, maar dat is niet zo veel aan. De mythe bestaat niet meer, hè? De mythe is iets anders geworden tegenwoordig. En je hebt Toen het nog bestond, was het leuk. Oh, we hebben Roze Woensdag. Roze Woensdag. Ja, ik ben het wel. Is onze vaste site, serieus. Okay. Is mijn huis. Dat is toch mijn startpagina? Ja, is mijn tweede huis. Hoe lang heb je al je profieltje? Al 4, 5 jaar of zo, denk ik. Al langer, denk ik. Jij? Dat geloof je niet, maar nog geen half jaar. Nou, wat is je favoriete nummer van de Freemasons? Die zwarte zangeres. Hoe heet ze ook alweer? Kate Evans. Ja, Mesmerize. Mesmerize. Die is leuk. Ja, die remix is echt geweldig. With the Freemasons, first of all, we would like to thank you for taking the time to interview with us. Sorry, and it was a pleasure. Yeah, great. And also, congratulations on Uninvited. We heard it it topped the charts in the UK and in the Netherlands. Yeah, it's been big. Yeah, it's been big for us. Really good. Yeah, we're over the moon. What's your next big hit? What's the next thing you guys are thinking going to push out? We're working on it. We've just finished a new single called When You Touch Me. It's actually from the album we released last year called Unmixed. Okay. We've remixed it for the single, and also we've been working with Beyonce's sister. Sorry, I've just come off, that's what I'm saying. Oh, no. She's called Solange. We've just remixed the first single for radio and for club as well. Oh, fantastic. And when will that be released, probably? No idea in Europe. It's America first. We've done it straight for the Americans, straight for Beyonce's father. Where are you going to be going anywhere next after Holland today? Yeah, we've got a flight first thing in the morning. We're going to Scotland. Oh, Scotland, great. Yeah, we're looking forward to it. Inverness, it's very right at the north of Scotland. So we'd just like to say thank you very much for all the support we've had in Holland. We really appreciate it. Okay, well, we all look forward to your next hit then. Fantastic, thank you very much. The time you took. Thank you. Okay, thank you very thank much. Thank you very much. Thank you. Hoi, hoe heet jij? Smee heet ik. Kom je vaak in Nijmegen? Dit is pas mijn tweede keer of zo. Tweede keer. Ja. En je bent een grote fan, Freemasons? Ja, fans is small. Ik ken hun nummers, dus echt heel fan. Ik ben met Luke, mijn goede vriend. Oh, leuk, ja. Ja, lekker aan het dansen. Ja, dat is echt vet, heel erg vet. Ja. Je hebt gaaf haar, joh. Sorry? Je hebt gaaf haar. Oh, dankjewel. Heel vet. Heel sexy. Ja, dankjewel. Hey, wie ben jij? Luke. Jij kan heel goed dansen, jij. Ja, ik zit op de dansacademie. Oh, dankjewel. Dus, hoe lang dans je al? Al vanaf jongs af aan, vanaf 8 jaar of zo ben ik begonnen. Oh, fantastisch. Ja, ja. Zeg mijn hobby. Zeg je hobby. Ja, ik hoop later mijn beroep. Hartstikke. Oké. En kom je uit Nijmegen? Nee, uit Tilburg. Zo, wat zie jij er fantastisch uit, man. Dankjewel. Hakken zijn erg mooi. Ja, dank je. Voor mij is het lekker makkelijk om op te lopen, dus. En je komt hier uit de buurt? Ik ben bij geboren in Belg, maar ik woon in Nijmegen. En ga je vanuit in Nijmegen zelf? Of, Nee. Wij hebben nog een appartement in Antwerpen. Wij zitten doorgaans in België of Duitsland. Hoe zitten die stretchbroeken nou? Zit dat nou lekker? Nou, ik niet. Nee, oké. Okay. Ah, heel geil hoor. Dankjewel.